Welkom bij deze video. Dit is waarschijnlijk een van de interessantste video's of inzichten dat ik zelf heb gehad in mijn leven. Dus bij deze wil ik dat uiteraard delen. En voor wat in de video, het gaat eigenlijk gaan over het aanvaarden van de allerdiepste pijnlijke emoties dat wij als mens kunnen voelen. Ik heb hier een schema gemaakt. En wat staat er eigenlijk op dat schema? Stel bijvoorbeeld dat er iets gebeurt. Je doet bijvoorbeeld iets verkeerd. En als je iets verkeerd doet, dan gaat er van alles door je gedachten. Je begint jezelf te veroordelen. En hoe komt dat? Dat is eigenlijk omdat wij als mensen, als volwassenen, eigenlijk nog steeds met onze kinderlijke emoties rondlopen. Bijvoorbeeld als je jong werd, als je zeer jong werd, en ik zal voor mezelf spreken, als ik 5 jaar was, en ik maakte iets kapot bijvoorbeeld, dan waren mijn ouders kwaad op mij. En dan zeiden ze, ja, dat is niet goed. En wat is er eigenlijk bij mij gebeurd? Dan kom je eigenlijk terecht in een situatie waar je eigenlijk geen controle niet meer over hebt. Dus ze zijn kwaad op je, je hebt er geen controle over. En dan komen er eigenlijk gedachten in je op. Bijvoorbeeld, je hebt dat bakje kapot gemaakt. En was er bij mij bijvoorbeeld een overtuiging van, ja kijk, ik heb het verprutst. En eigenlijk, achter die overtuiging, zit er eigenlijk een andere overtuiging. Bijvoorbeeld, ik ben niet goed genoeg. En wat ik eigenlijk gedaan heb voorbije jaren, is eigenlijk de psychologie van mezelf en de mens bestudeerd. En eigenlijk merk ik dat achter overtuiging steeds een andere overtuiging zit. En ik heb jarenlang gezocht achter de wortel, de diepste wortel van mijn diepste overtuiging. Ik heb zo het gevoel dat ik hem gevonden heb. En het is namelijk dat wil delen. Dus ik heb het verprutst. Ik ben niet goed genoeg. Bij mij zat er dan ook zo'n en een andere overtuiging van ja, ik ben mens tot last. Hè, want zou ik de bakskin kapot maken, zou ik die mensen niet tot last geweest zijn. Dan zit er een andere nacht van, ja, niemand ziet mij graag. Hè. Ik maak alles kapot, niemand ziet mij graag. Dan zit er eigenlijk een super zware nacht. Je hebt heel veel mensen die denken dat de diepste overtuiging is, ik ben niet goed genoeg. Maar eigenlijk zit er nog een diep achter. En dat is, bij mij, ik had die eigenlijk vorig jaar al ontdekt. En dat is eigenlijk zo van, waarom besta ik eigenlijk? Waarom besta ik? En als je dingen kapot maakt en als je mensen kwetst, dan heb je zoiets van, allee, waarom doe ik dat en ik wil die mensen niet pijn doen. En dan was het bij mijn overtuiging van, waarom besta ik? En eigenlijk heb ik onlangs ook veel gemerkt in mijn leven dat er daarachter nog één zit. En dat is, ik wou dat ik dood was. Ik wou dat ik niet bestond. En ik heb het gevoel dat dat echt wel een vreemd zwaar en een vreemd diepe is. En ik ga gewoon een voorbeeld geven hoe dat eigenlijk allemaal in elkaar zit. Want dat is echt wel de overtuiging achter de overtuiging achter de overtuiging. En stel dat je gewoon iets verkeerd of zo, of allee, ja, in de ogen van mensen doe je iets verkeerd, dan komen er allemaal emoties naar boven en wij kunnen daar op zich niet mee omgaan, omdat wij niet weten wat die concrete overtuiging achter die emotie is. En bijvoorbeeld, als ik bijvoorbeeld iemand leer kennen in mijn leven, of als ik zo verliefd word of zo, dan komen er altijd twee emoties naar boven waar ik geen controle over heb. En als ik zeer, zeer jong was, was voor mij geen controle over de situatie, dan kon ik letterlijk doodgaan. Elke baby, elk kind, kan die gevoelens hebben van als je geen controle hebt, dat je het gevoel hebt dat je kunt sterven. En dat is ook werkelijk zo. Als kind zijn wij afhankelijk van de mensen die ons opvoeden, van onze ouders. En als zij ons niet de zorg geven dat wij nodig hebben, dan kunnen wij letterlijk sterven. Dat is zo. Maar wat ik merkte is dat die emoties nog altijd bij mij naar boven kwamen. Dat ik in die pijn terecht kwam en dat ik ergens blokkeerde en verlamd was. En de voorbije weken heb ik daar enorm veel rond gewerkt en eigenlijk merk ik bijvoorbeeld, stel dat ik bijvoorbeeld naar iemand een bericht stuur of zo en die stuurt niet onmiddellijk terug, dan kan ik soms stress krijgen omdat ik daar geen controle niet meer over heb, omdat er eigenlijk zo'n stemmetje in mijn hoofd zit van ja, hij had kunnen sterven. En eigenlijk wat ik ontdekt heb, is dat dat eigenlijk niet klopt.
Of dat iemand nu een bericht terugstuurt naar mij of niet, ik ga er niet van sterven of dat zij dat bericht nu wel of niet stuurt. En dus wat heb ik eigenlijk gedaan de voorbije dagen? Ik heb eigenlijk zo een soort affirmaties voor mijzelf opgenomen. En de affirmatie is als volgt, is van ik blijf bestaan, ik blijf leven en ik mag de emoties die pijnlijk zijn aanvaarden. Want ik weet, als ik deze emoties toelaat, dat ik blijf leven en blijf bestaan. En jarenlang heb ik het idee gehad, als ik die emoties niet onmiddellijk onder controle heb, dat ik kon sterven. En dat schemaatje, ik had eigenlijk mijn boek afgewerkt van Spreek, maar ik ga toch nog dat hoofdstuk met dat schema er waarschijnlijk inzetten. Gewoon omdat het super interessant is. En is nu daarmee alles opgelost in mijn leven? Totaal niet. Maar ik voel wel, als er die emoties opkomen, vroeger had ik vaak neiging om te lezen, om dingen bij te leren, en dat is allemaal goed en zo, om daar misschien ergens van te vluchten. Maar nu als die emoties binnenkomen, dan probeer ik die toe te laten. En het is veilig voor mij geworden om die emoties toe te laten. Waarom? Omdat ik weet dat ik ga blijven leven. Omdat ik weet dat ik ga blijven bestaan. En ja, het zijn misschien mensen die dat filmpje hier misschien wat ingewikkeld gaan vinden. Maar ik voel dat ik dat wil delen. En ik voel dat wel een zeer belangrijk inzicht kan zijn voor heel veel mensen. Om te weten dat we nu als volwassen mensen, dat het veilig is om die emoties toe te laten. En dat oké is. En dat is eigenlijk waar ik de voorbije weken veel mee ben bezig geweest. En daarom dat ik dat wou delen. En mocht mij altijd feedback geven of uw ideeën erover vertellen.